Schrijft. Leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 13. En dat is van maandag 29 maart tot en met zondag 4 april. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het kreeft alsof week 13 voor jou een week is waarin je heel veel aandacht hebt voor een bepaald nieuw stuk. Ik denk dat je graag iets nieuws wilt leren, een nieuwe baan, misschien wel een nieuw stukje werk, of misschien ga je wel een nieuw boek lezen of een nieuwe hobby aan. Het kan zelfs zijn dat je een nieuw persoon wilt gaan ontmoeten. Alleen ik heb het idee dat je best wel wat aan het zoeken bent. Om te kijken van hoe kan ik me daar zelf verder in ontwikkelen. Maar het gaat je eigenlijk niet snel genoeg. Het is wel een stukje wat je heel erg leuk vindt om te doen, maar je hebt niet meteen het idee dat je heel ver gaat komen. Je gaat er wel mee aan de slag en je legt het ook niet zomaar naast je neer. Maar het is niet een stukje wat je 1, 2, 3 onder de knie hebt. Dus het is echt iets wat je voor de langere termijn aangaat, maar waar je best wel wat werk in kan gaan stoppen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.